Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. En als je denkt, meid, wat is er met je haar gebeurd? Ik heb vanochtend nieuwe haarproducten gebruikt. En mijn haar is letterlijk ontploft. Gewoon, ik weet niet wat er is gebeurd. Maar goed, het is vandaag maandag. Even een lekkere frisse start. Een positieve start van een week. Ik dacht, ik ga even lekker mijn make-upje doen. En mijn haren doen. Ik ga me even zo omkleden. Dan wil ik graag even naar de Primark. Ik wil nieuwe pyjama's halen. Ik heb het gevoel alsof ik de afgelopen week sowieso zeg maar wat... minder echt zeg maar heb mooi gemaakt en zo, omdat ik er gewoon echt geen zin in had. Want ja, eerlijk is eerlijk, als je helemaal onder de huiduitslag zit en weet ik veel wat, denk je niet van oh, laat ik maar even make-up op doen of zo. Maar goed, daar gaan we gewoon verandering in brengen, want het gaat nog wel even duren tot mijn huiduitslag natuurlijk weg is. Want de vorm die ik heb, het kan best wel lang duren, 6 tot 8 weken. Dus ja, ik ga niet 8 weken gewoon in mijn pyjama rondlopen. Dus ik ga me nu even omkleden, ja. Dat is de planning. Ik ben even omgekleed. Ik heb mijn nieuwe truitje aan van de Zara. Het is een crop trui met van die schoudervullingen. En ik heb er gewoon even jeans onder gedaan. En mijn naked laarzen. En ik ben weer helemaal into mijn bruine Ray-Ban bril. Past hier zo perfect bij, I love it. Gewoon helemaal bruin. En niet vergeten mijn mondkapje mee te nemen. Anders moet ik weer naar huis rijden zo. Ik zit dus in de auto. Ik ga even richting Primark. Ik ben er echt al eeuwen niet geweest. Maar ik wil heel graag weer nieuwe pyjama's. En ja, bij de Primark kan je gewoon echt heel goedkoop heel chille pyjama's scoren. Dus ik dacht, ga er gewoon even langs. Alleen ik vind wel van, kijk, als ik zie dat het echt heel erg druk is daar, ga ik daar gewoon echt niet heen. Want ja, ik heb er echt geen zin in. Dus als het gewoon lekker rustig is, daar ga ik even snel naar boven. Want de pyjama's zijn boven. Even snel alle pyjama's die ik leuk vind pakken. En dan gewoon gelijk afrekenen. Oh, zoals jullie kunnen zien, ben ik geslaagd. Ik was er echt letterlijk 10 minuten. Echt. Het was dus helemaal niet zo druk. Ze hadden ook niet echt de mooiste pyjama's. Maar ik heb er wel wat kunnen vinden. Daar ben ik echt heel blij mee. Want dan heb ik voor nu even lekker genoeg. En ik denk dat ik de rest gewoon even online ga bestellen. Ik hou gewoon echt van pyjama's en vooral in de winter. Ik gebruik het mondkapje af nog nu. En god, wat een ellende. Zo, ik heb pyjama's gehaald, boodschappen gedaan. Dan ga ik zo even lekker koken. Ik ga eerst even dit inboxen voor jullie. Zo, ik ga bestellen een unboxing van mijn pyjama's voordat ik ga koken. Nessa wil vandaag heel graag wok eten. En ik ook. En ik wil natuurlijk weer lekker gezond eten. Dus ik ga het lekker maken met zilvervliesrijst. Maar ik laat je het allemaal even straks zien. En het handige aan thuis koken, vooral met wok en zo, is dat je natuurlijk zelf je saus kan maken. Waardoor er natuurlijk ook veel minder suiker of helemaal geen suiker in zit. Dus yes, ik heb er echt zin in. Pyjama. Ik heb dit topje gekocht. Die kon je gewoon zo loshalen. Dat vind ik echt heel erg fijn. Want ik hou vooral van pyjama's met lange mouwen nu. En je hebt nu heel veel pyjama's met korte mouwen. Dat vind ik niet zo chill. Dus ik heb van die losse truitjes gehaald. Eentje in het roze. En eentje in het grijs. Love it. En voor bij de grijze heb ik ook een broek gekocht. En dat is dus deze. Oh. Heb ik deze broek bijgehaald als setje. Kijk, heb ik een set. Deze ruikt echt heel erg nieuw. Moet ze allemaal natuurlijk straks even wassen. Dan heb ik hier echt een heel schattig setje. Ik denk niet dat je het zo kunnen zien. Maar het is echt van het heel lekkere, zachte stof. Het ziet er zeg maar zo uit. Ook lange mouwen. Met een broek erbij. Maatje S. Hoeveel kost deze? 14 euro kost deze. Dan heb ik gewoon een set pyjama. Gewoon een setje. En deze is wel met korte mouwen. Maar ik vond de broek gewoon heel erg chill. Hij is gewoon grijs met wit. Heel erg chill. Dat kan ik combineren echt met alles. Ook met dit topje bijvoorbeeld. En deze kostte maar 7 euro. Dan heb je gewoon een mooi setje. Dan heb ik nog een setje gehaald. En dit is ook echt van een hele fijne stof. Ik vond deze echt zo leuk. Ik vind sowieso pyjama's met sterretjes erop echt helemaal geweldig. Het is eigenlijk hetzelfde als de blauwe, maar een andere kleur. Ook van het hele lekkere, zachte stof. I love it. Ik ben er heel blij mee. We gaan weer aan de slag, guys. Dit is waar ik mee moet beginnen. Pa-da-pa-pam. Ta-da-ta-ta-tam. Ta-da-ta-ta-tam.
deze suikerbewuste koekjes waren in de aanbieding. Dus ik dacht, ik sla deze in. In plaats van die ongezonde troep. En mocht ik iets willen voor bij de thee of bij de koffie, dan kan ik dit halen. Het scheelt tenminste echt heel veel in suikers. Zo. Nu kunnen we eindelijk starten met koken. Gaat heel simpel houden, maar het wordt wel heel lekker en heel gezond, of course. Zilvervliesrijst, ik heb hier tomatensaus, wokgroenten met sugar snaps en pak soy. En dan heb ik hier aspergebroccoli en dit stinkt echt enorm, niet normaal. En dan heb ik hier wokgarnalen. Nes, is net thuis, wat zei jij nou, Nes? Ik zeg, laat je pyjama zien. Hallo. Hallo allemaal, hallo, hallo. Dit zijn mijn pyjama's. Ja? Ik heb... Hoeveel heb je er gehaald, joh? Ja, dat was zo goedkoop, hè. Oh, die ziet er heel gezellig uit. Deze is heel... Oh, die is lekker zacht. Ja, en deze. Oh, heel mooi. Oh, ik heb de aspergebroccoli gewassen. Die ga ik even apart bakken, want anders krijgt de hele wok echt zo'n aspergesmaak. Ik ga hier even de groenten in bakken. Nu kan zo... de garnalen bij en dan doe ik een tomatensausje erbij en dan ga ik het kruiden en that's it eigenlijk. Kijk, en het handige dus aan deze garnalen, als je ze erbij doet, zit al knoflook in. Dus dan heb je al knoflook in je wok. Dat is het guys, gewoon heel simpel. Zilvervliesrijst met groenten en garnalen in tomatensaus. Het eten was echt lekker. Nes is nu even weggegaan, want hij moet repeteren. En ik ga even snel douchen. Ik heb er echt zin in. Oh, en omdat het dus zo snel donker is, heb ik daarna ook echt gewoon even zin om lekker alle kaarsen aan te doen. Gewoon echt een lekker sfeertje in huis. Weet je wat ik ook echt chill vind in de winter? Is gewoon lichten uit als je doucht en dan gewoon een kaars aan. Ik heb even gedoucht wat echt super lekker is. Alleen echt mijn huid. Nu heb ik pas echt heel erg jurk, want mijn huid is letterlijk in vuur en vlam. En ik probeerde al niet in warm water te gaan douchen. Dus ik heb het best wel eigenlijk met lauw water gedaan. Maar nog steeds echt zo'n rot gevoel. Ik heb tenminste gedoucht. Ik heb een nieuwe pyjama aan. Tenminste, een nieuwe pyjama. Ik heb een pyjama aan van de Primark. Die heb ik ook een keer gescoord daar. Die is echt heel gechilled. Het is eigenlijk gewoon zo'n lang jurkje, zeg maar. En dat vind ik voor nu wel even fijn. Ik wil eigenlijk nu nog een samenwerking filmen. Mijn huid voelt echt zo kut aan. Ik stel het echt al zo lang uit om het gewoon op te nemen. Want elke keer vind ik de timing niet echt ideaal. Maar weet je, ik moet het gewoon even gaan doen. Voor nu weer even lekker kaarsjes aan. Dit maakt me echt een beetje zen. Dan ga ik even lekker een theetje maken. En dan mijn gezicht gelijk reinigen op de bank. Ik ga weer even een serie kijken. Heb ik echt heel lang niet gedaan. En dan een theetje drinken. Dat is het enige wat ik nodig heb. Kaarsen aan, dekentje hier. Mijn body cream. Ik ga zo mijn make-up eraf halen. Dan mijn gezicht insmeren met deze. En ik heb mijn theetje natuurlijk gezet. Ik moet nu alleen even nog wachten. Ik heb mijn make-up eraf gehaald en ik ben nu Outlander aan het kijken. Echt een leuke serie. Ik ben nu die koekjes aan het eten, die suikerbewuste. Ik ga nu even mijn badjas aan doen en dan ga ik zo naar buiten. Hij heeft gezegd dat ik naar beneden moet komen. Want ik denk dat we langs de McDonald's gaan. Hij zei, heb je zin in een cappuccino? De koffie is nog steeds op. En ik heb nog eens niks gehaald, dus hij weet me echt gewoon blij te maken. Dus ik ga even lekker mijn schoenen hieronder aandoen. Oh, het is zo koud buiten. Dit is de stilo. Ik ga stuk. Ik heb snel even een pyjama broek aangedaan. Badjas en deze schoen eronder. Oh, het is zo koud. Nou, daar ben ik dan met Nesje. Wat gezellig, hè, Nes? Leuk. Nesje gaat een cappuccino van me halen. Hij heeft me speciaal daarvoor opgehaald. Ja, speciaal voor jou. Van je houden. Dankjewel. Dat is zo lief in de altijd. Bijna altijd. Nee, altijd. 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 Vandaag ook lekkere boterhammetjes, lekkere bammetjes voor mij gesmeerd. Hè? Waarvan je de een niet hebt gegeten. Lekkere bammetjes van Thuis. Ik zit vandaag aan Nes te zeggen van vroeger, toen we net gingen samenwonen, zeg maar. Toen maakte ik altijd echt heel gekke lunch voor hem. Met gekke bedoel ik echt heel overdreven gewoon lunch. En
Ik at zelf nooit broodjes. Ik nam nooit broodjes, maar ik smeerde nooit dat broodjes. Dat was nog in die BNN-tijd, toch? Ja, want ik at dat gewoon niet als lunchbroodjes. Dus hij zei van, wil je broodjes voor me smeren? Dus ik ging, ja, ik deed gewoon brood. En dan deed ik gewoon zo'n kip erop. Dat was een schattige tijd eigenlijk. Ja, ik was helemaal aan het werk en zo helemaal naar Hilversum met de trein. Ik gaf hem broodjes mee zonder boter. Toen kwam hij thuis en dan zei hij, die broodjes zijn echt heel droog. Ik kreeg zo'n droge bruine brood met droge kipvlees en sla erop. Besef, alles, ik had dat droog. Gewoon echt niet. Ik had dat niet. Wat had jij dan op school? Ik nam gewoon koekjes mee, of frikandel had ik daar in de café. En nou, ik haalde altijd mijn lunch sowieso op school. Ik was echt zo niemand. En ik ging naar de Albert Heijn to go. Yeah. Ik nam eigenlijk nooit mijn lunch mee. Dat is mijn punt. Ik ook niet. Ik zeg, oh, wat erg. Alleen in de tijd van crisis nam ik altijd mee. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, als student heb ik ook echt vies gegeten, man. Als ik even geen geld had of zo, dan ging ik thuis gewoon boterhammen. En als ik geld had, ging ik wel alles altijd bij doen.